Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRV. Goedenavond, geachte luisteraars, hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de kroo is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de VARA, hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO Studios voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Co. Snel. Met een jonge melodie kon de kroon eten in. Want zo'n hoge vrolijk liedje gaat er altijd beter in. Is het werk gedaan, staat uw toestel aan en u zoekt gezelligheid en zon. Is te vinden, steeds te vinden bij onze eigen KRO. KRO-liedje door het orkest zonder naam onder leiding van Ger de Roos met zang van de Marketenters en de Musketeers. Goeiedag, Studio Hilversum. De KRO bestaat 90 jaar. De VARA houdt de oprichtingsdatum aan bij jubilea. De KRO, de eerste uitzending op Rozenkrans zondag 24 november 1925. De KRO, de katholieke radioomroep, werd op 23 april 1925 opgericht door pastoor Lambertus Hendrikus Perquin. Het doel, geestelijke ontplooiing, voorlichting en ontspanning, oftewel verstrooiing, van luisteraars en vanaf 1951 ook kijkers, gericht op het katholieke deel van Nederland. Ze wilden ook wel anderen bekeren, daar niet van. Drie programma's, volgende week radiofragmenten, de week erop televisiefragmenten, vandaag de orkesten en ensembles die zo tussen 1946 en 1975 met een enkele uitschieter bij de KRO waren te horen. Nu speelt het KRO Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek. Het programma wordt geopend met een traditional bewerkt door Kees Bruin, getiteld American Patrol. Thank you.
het Caro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek op 22 mei 1955 met omroeper Pieter Niewind. Ze speelde American Patrol. Hij is heel wat traditional, maar er is wel een componist te vinden hoor. In 1885 Frank White Mitchum, een succes voor Glenn Miller in 1942. Op die manier is het te vinden op www.muziekschatten.nl als onderdeel van de Glenn Miller Story, gearrangeerd door Bert Page. Bij het Caro Dansorkest zongen mensen als Corrie Brokken, Nelly Wijsbeck, Sonja Oosterman, Marcel Tielemans, Jan van der Most en Hans van Oeveren door de jaren heen. Klaas van Beek leefde van 1903 tot 1979, had voor de oorlog het Avro Dansorkest geleid, heel even, en musiceerde bij de Avro Decibels onder leiding van Eddie Mink. Klaas was een multi-instrumentalist, speelde trompet, saxofoon, accordeon, xylofoon, was arrangeur en componist. Leidde vanaf 1948 ook het KRO Amusementsorkest, dat vooral was te horen in het zaterdagavondprogramma Negenheid de Klok van Jan de Cler. Het orkest begeleidde solisten als Truus Koopmans, Bert Robbe, Max van Praag is er zelfs een keer geweest, Henk Janmaat, Ria Verda en Sonja Oosterman. Kijk eens hier, wie zijn daar? Dat benne de Sint en Pieter zo waar. Als we dat maar geweten hadden, Pieter Baas, Pieter Baas, Pieter Baas, hadden wij wel een stoel besteld voor Sinterklaas, met een stoof en een rui voor het paard. Had maar even een boodschap op de ruit getikt, ruit getikt, ruit getikt, hadden wij wel een gaatje in het dak geprikt voor Sint en Zwarte Piet en het paard. Ik had mijn stoepje laten vegen en een soepjurk aangedaan. Het heerlijk avondje is gekomen, laten wij gezellig komen, ook al schijnt er dan geen man. Als we dat maar geweten hadden, Pieter Baas, Pieter Baas, Pieter Baas, nou zult u moeten komen door de deur, helaas, met de baas, met de baas, met de baas. Als ik dat maar geweten had, Sint-Nicolaas, Nicolaas, Nicolaas, had ik zeker gevuild op dikke speculaas. En tataai, en tataai, en tataai. Had maar even de boodschap in mijn schoen gedaan, schoen gedaan, schoen gedaan. Dan was ik vast en zeker op het dak gaan staan, met handen vol met hooi voor het paard. Ik had mijn schoorsteen laten vegen en mijn kachel uitgedaan. Het heerlijk avondje is gekomen, laten wij gezellig komen, ook al schijnt er dan geen man. Als ik dat maar geweten had, Sint-Nicolaas, Pieter Baas. Maar helaas, nou zult u moeten zorgen voor de speculaas. En de taai, en de taai, en de taai. En de taai, en de taai, en de taai. En de taai, en de taai, en de taai. Voor de tweede maal staat er een quickstep op het programma. En de muziek is nu ontleend aan een chanson van Charles Trenet. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Thank you.
Caro Borum Orkest onder leiding van Klaas van Beek met omroeper Bert Radersma op 22 september 1955. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Straks nog een onderrondje. Dit was een chanson van Charles Trenet uit 1939. Is te vinden op jouwermuziekschatten.nl. Daarvoor uit de Sinterklaasaflevering van Negenheid de Klok op 3 december 1950. Sonja Oosterman met een vertaling van Ik denk Dico van der Meer van een hit van Aline Barton uit 1950. Liedje van Al Hoffman en Bob Merrill. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. Sonja was ook marketenster geweest bij het orkest zonder naam van Gerde Roos. En zat in 1955 een hit met Daar waar de molens staan. En zou nog veel op de radio te horen zijn, ook bij de AVRO en de VARA. Nee, niet bij de NCRV. Ik weet ook niet waarom. Klaas van Beek die had nog meer ensembles bij de KRO. De Zevenklapper, de Jokers, de Krolanders. En Klaas had van 1963 tot 1968 een eigen rubriek uit de discotheek van Klaas van Beek. Hij had 5000 platen in zijn huis, kon daar geen afstand van doen. Hij wilde daar ook niet weg toen hij ziek was. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Een andere bekende KRO-muzikus, arrangeur, componist, dirigent was Johnny Ombach, leefde van 1907 tot 1975. Hij kwam ook na de AVRO bij de KRO in 1934, speelde viool in het Orkest zonder naam en bij het Ballroomorkest van Klaas van Beek, leidde het KRO Salonorkest en vlak voor zijn vervroegd pensioen in 1967... In de komende 18 minuten van onze uitzending kunt u luisteren naar een programma van lichte Franse klanken. Voor u zingt Annie Palme, voor u speelt het KRO Musette Orkest onder leiding van Johnny Ombach. Allereerst een chanson van Georges Brassens te zingen door Annie Palmen. Een muzikaal onderrondje. J'ai rendez-vous avec vous. Monseigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, y met son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos jeux jaloux. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui saccage tout, chaste son toit, bimette son toit, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, ce sont vos bras frais et durs. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Mon patron, le vieux notaire, comme je n'en fisse plus un clou, chasse de bureau, mais de bureau, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. Le travail que je préfère, c'est chanter rien que pour vous. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Et sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde son or, lui mette son or, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. <t'->
Achterin volgens het KRO Musette Orkest onder leiding van Johnny Ombach op 12 september 1967 met een toen 20-jarige Anne van Egmond als omroepster. Daarbij werd gezongen door Annie Palmen. Trouwens, Joop Bors, die meestal in de NCRV-studio was te vinden, die speelde accordeon bij dat Musette Orkest. Annie was een populair KRO-zangeres vanaf 1956 bij de klavirtuozen van Joop Budy naast Jan van der Most, opgevolgd door John de Mol, de vader van Linda en John de producer, opa van Johnny de Mol. Het kwartet Joop Budy met Annie Palmen en Koos Huisman. En in de late jaren 60, begin 70 was ze boerin Drika bij de Boertjes van Buten. Maar Annie was ook te vinden bij de AVRO in het gezelschap Zing met ons mee bij de windmolens van Johnny Holshuizen. Met ook Jenny Roda, Truus Koopmans, Dick Doorn en John de Mol alweer. En zij zong, dat vertelde ik onlangs, bij dat orkest van Cor Stijn, bij de VARA, van 61 tot 63. We kennen haar vooral van het liedje De Speeldoos van Pieter Goemans in 1963, waarmee ze naar het Songfestival ging en niet won. Bij de NCW zong ze ook in de Sterravond, bij het orkest Mozaïek van Jo Bos, daar heb je hem weer, en Cars Musette van Ru van Veen, daar ook het Franse chanson, want dat lag haar goed. We hoorden net J'ai rendez-vous avec vous van Georges Brassens, moet je wel de S zeggen, uit 1952. Is dat te vinden op muziekschatten.nl? Jawel. De melodie daarna trouwens ook. De Motenwals, het arrangement van Joop Elders, gespeeld door het Cascadeorkest van Johnny Ombach. De solist was Harry Moten dus in De Motenwals. Het Cascadeorkest was ook een mooie springplank, over de springplank gesproken. Want als je opviel bij de springplank en dan mocht je wel eens zingen bij dat Cascadeorkest. Zoals bijvoorbeeld ook Connie van der Bos in haar begintijd, Connie van Bergen, Mia Zwart, Kok van de Palm, Kool Hagedorn enzovoorts. Over Kool Hagedorn gesproken, die zong met de Limbra-zusjes bij dat andere ensemble van Johnny Ombach tussen 1958 en 1960, het ensemble Frivoletta. Klaas van Beek had voor Fred Rozen als telefoon gespeeld bij het Orkest zonder naam onder leiding van Gerde Roos. Johnny Ombach speelde erin viool na Henk Gorris. Joop Budy accordeon, Benny de Gooier klarinet, zei ik dat al. Eddie de Jong Hammond orgel, Lex Vervuurt gitaar opgevolgd door Piet Baan, Henk Ortman bas en Gerrit van Bezij drums. Het orkest zonder naam bestond van 1946 tot 1954 met de vocale trio's De Musketiers. Bert Robben zat erin, Henk Dorel, Jan Rietveld, Anton Eldering en Frits van Turenhout van 00. Die noemde zich Fred Sterwood, had een hit met een wipneus en een kersenmond. Dan de Marke Tensters, Zeni Bron heeft er even in gezeten, Sonja Oosterman ook alweer, Jenny Roda, Yvonne Oostveen, Truus Koopmans. Successen als Lentekind, Het Lied van de IJssel, Het Ding, Een Verhaal Apart, Naar de Speeltuin met Helentje van Capelle. Gerde Roos, die leefde van 1913 tot 1994. Hoe kwam hij aan de tune van het orkest zonder naam? KRO-drummer Gerrit van Bezij vertelde ooit. Hij heeft natuurlijk net zo goed als wij allemaal toen de tijd veel voor de Canadezen gewerkt. En er kwam in die club waar hij voor die Canadezen werkte een Canadees ergens aan een bepaalde hoek van Canada, waar ze plaatselijk of landelijk een moppie hadden. Of in de familiekring, ik weet het niet. In ieder geval, die kerel die was gek van het moppie en die zei dan altijd tegen Ger als hij dan naar binnen kwam van: joh, ken je Tekkerdam, tam, Tekkerdam, tam, Tekkerdam? Nou, dat kende hij natuurlijk niet. Maar die man heeft het zo vaak voorgezongen tot Gerrit het wel kende. En dat Canadese liedje is dus uiteindelijk de tune geworden van het Orkest zonder naam. Komt af en toe een muzikant. Van symfonie of jazz heeft hij geen snars verstand. Maar op zijn trekpiano is hij een genie. Want heel de buurt zingt zijn melodie.
pompernikkel, pompernikkel, zet hem op. Pompernikkel, pompernikkel, wat een mop. Dan klinkt zijn polka door de straat en ieder huppelt op de maat. Tiepa, tiep, pompernikkel, pompernikkel, nog een keer. Pompernikkel, pompernikkel, speelt alweer. En steeds dat ene liedje dat hij maar kent. Pompernikkel, reuze vent. Gewoon niet weg te slaan. En zijn publiek zou hem dan ook niet laten gaan. Hij heeft geen repertoire, maar dat verveelt hen niet. Hij maakt hen dol met dat ene lied van pompernikkel, pompernikkel, zet hem op. Pompernikkel, pompernikkel, wat een mop. Dan klinkt zijn polka door de straat en ieder huppelt op de maat. Pompernikkel, pompernikkel, nog een keer. Pompernikkel, pompernikkel, speelt alweer. En steeds dat ene liedje dat hij maar kent. Pompernikkel, reuze vent. Pompernikkel, pompernikkel, nog een keer. Pompernikkel, pompernikkel, speelt alweer. En steeds dat ene liedje dat hij maar kent. Pompernikkel, 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 reuzenvent. Gerd Roos wilde nooit dat er solisten werden genoemd. Ja, sommigen die zongen ook bij andere omroepen, zoals daarnet Jenny Roda. Zij soleerde in een succes van Doris Day met Frankie Jankovic en is Jenks, liedje van Sam Coslow, Pompernikkel. De Nederlandse tekst was van Bob Blijnberg. Het orkest stond de naam van Gerd Roos met de Marketenses en de Musketeers. De Boertjes van Buten was niet zomaar een boerenkapel. Daar zaten gerenommeerde muzici in als Harry Zevensterren en Bert Grijze trompet, Joop Diepenbrock sousafoon, Benny de Gooier en Hans Sodekamp klarinet, Joop Budy en Fred Roosendaal accordeon. Maar Fred die speelde ook xylofoon, dan werd hij Fred Rozenstruik genoemd, Piet Baan gitaar en Gerrit van Bezij alweer slagwerk. Er werd bij gezongen door Lubbert van Gortel, oftewel Henk Jansen van Galen, had succes met Lieve Frans, ik schrijf je hier op mijn paarse postpapier. Bertus Bolknok, die heette eigenlijk Bertus Lubbers, en van 66 tot 72 ook op televisie in het programma Mik, met Annie Palmen als boerin Drika. Ik vertelde dat net al, en Ab Hofstee als boer Voorthuizen in 1970 na de dood van Lubbert van Gortel. De Boertjes van Buten kwamen voort uit de bietenbouwers die in 1948-49 startten bij de KRO. Ja, dat bent de bietenbouwers onder leiding van boer Biet, met zang van Lubbert van Gortel en praatjes van Geit-Jan Kruikmoes. Gerd Roos die ging met oneenigheid weg bij de KRO in 1954. Toen moesten de bietenbouwers hun naam veranderen in de Boertjes van Buten. In 1957 speelden zij een compositie van de trombonist Marcel Tielemans, die dus ook bij de Remders van Theo de Masma bij de vader was te vinden, Old Dutch. Ba-b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 a
All Dutch, compositie van Marcel Tielemans, De Boertjes van Buurden, in 1957. Overigens, u weet dat vast wel, Gert-Jan Kroetmoes, dat was KRO-veteraan Kees Schilperoort. Het orkest zonder naam van Gerde Roos, dat mocht ook niet meer. Het had dan wel geen naam, maar die zonder naam was toch een grote naam. Dus dat moest ook veranderen. Dat werd De Zingende en Spelende Troubadours, ook onder leiding van Jo Budy, met een enkele wijziging erin. Jo Budy had het maar druk bij de KRO. Hij leefde van 1917 tot 1991. Leidde ook het ensemble Extase met zang van het Serpentine Sextet. Ik had het al over de klaarvirtuozen. Dezelfde bezetting hoorden we in het ensemble Simple Music. Jo Budy, Fred Rozenal, Eddie de Jong en de ritmische begeleiding. Het kwartet Jo Budy met Annie Palmen en Koos Huisman. Hij had het ensemble Mascotte, het Weekendorkest en het KRO Huisorkest. Dat gaan we zo horen. Maar eerst leidt hij een ensemble bij de koren Etencharme en de Woudzangers, 10 dames, 10 heren, onder leiding van Marinus van het Woud. Begin jaren 60, omroepster is Marjolein Friedrichs. De koren Etencharme en de Woudzangers hoort u nu met een aardig Duits liedje, Das kann doch einen Seemann. Das kann doch einen Seemann nicht verschlimmern. Keine Angst, keine Angst. Wir lassen uns das Leben nicht verwinden. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht verschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Es weht der Wind mit Stärke 10. Das Schiff schaut hin und her. Das Schiff schaut hin und her. Am Himmel ist kein Stern zu sehen. Es stoppt das wilde Meer. Es stoppt das wilde Meer. Oh, seht ihn an, oh, seht ihn an. Dort zeigt sich der klarbaute Mann. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verwittern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde fehlt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. In jeden Hafen eine Braut, das ist doch nicht zu viel.
das ist doch nicht so viel. Solange jede uns vertraut, ist das kein Kinderspiel. Das ist kein Kinderspiel. Doch krieg mal eine etwas raus, dann wird sie wild, dann ist es aus. Spricht sie uns auch in das Gesicht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. En zo hoorde u een ode aan het vrolijke en avontuurlijke zeemansleven. Razend populair het KRO Huisorkest onder leiding van Jo Budy, dat de klassieken bewerkte voor het pauzeprogramma van 12 tot 2 tussen 1967 en 1973. De Hongaarse dans nummer 5 van Johannes Brahms uit 1872 is anderszins te vinden op muziekschatten.nl. Ik las daarbij gepubliceerd in 1928. Van 12 tot 2 werd gepresenteerd door Felix Huizinga, Ted de Braak en Hans van Willigenburg. Blikvanger was Kees Schilperoort met het spel Raden Maar. In 1973 werd het programma opgeheven en Jo Budy leidde het huisorkest ook niet meer. Dat werd Piet Sonneveld, heeft nog een hele tijd voor de KRO gespeeld. Een beetje in James Last-stijl. De koren Ete Charme en de Woudzangers, 10 dames, 10 heren. We hoorden al van Ete Charme in de oorlog. Zij zongen met Henk Dorel en het orkest van Boyd Bachman, Als sterren flonkerend aan de hemel staan. En door de nacht klinkt een lied,
Of het dan datzelfde koor is? Ja, het waren natuurlijk nieuwere dames. Hè? Begin jaren 60 in het programma We zingen de wereld rond. Das kann doch einen Seemann. Een succes van Heinz Hümann in 1939. Liedje van Michel Jari en Bruno Balz. De solist was Co Hagedoren. Leefde van 1921 tot 2010. Was ook zo'n typische KRO-zanger. Zong bij Frivoletta, bij Cascade. We kennen hem vooral van het lied van Ivanhoe. In 1962. Ik denk dat we daar over 14 dagen wel wat van gaan horen. Ja, in dat televisiegedeelte. Hij zong trouwens ook het liedje van Bonanza. U luistert naar KRO Ensembles en Orkesten vanwege het 90-jarige bestaan van de Katholieke Radioomroep. In 1956 ontstond alweer een nieuw ensemble, want de zingende en spelende troubadours, dat beviel niet zo. Naast de klaarvirtuozen kreeg je de Joffers en de Jonkers. De Joffers waren Jenny Roda, daar heb je er weer, Yvonne Oostveen. Ze hadden daarvoor gezongen bij de Marketenses, bij het Orkest Zonder Naam. En dus ook het vervolg de zingende en spelende troubadours. De Jonkers waren drie Ramblers-veteranen, Marcel Tielemans, Wim Poppink en Jack Bultman. Jack die zat dan op dat moment niet meer bij de Ramblers. Hij was wel de motor van het gezelschap, schreef ook liedjes voor ze en arrangeerde. Ze hadden zelfs in hun tweejarig bestaan twee hits. De Trappelzak Boogie met de drie kleine kleuters via de stemmen van Joop Portengen en 20 kleine vingers. En dit is een liedje van Jack Bulterman, Annemietje. Annemietje, 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 Annemietje. Annemietje, kun je koken? Nou en of. Kun je in de kachel koken? Nou en of. Annemietje, kun je stoken? Nou en of. Ik kook, ik kook, ik kook, ik stook. Annemietje, kun je zingen? Nou en of. Annemietje, kun je swingen? Nou en of. Kun je door de kamer springen? Nou en of. Ik zing, ik zing, ik swing, ik spring. Je bent verstandig en reuze handig. En je kleren staan je goed. Je bent geen katje, maar wel een schatje. En je hebt een leuke toet. Kun je een beetje van me houden? Nou en of. Gaan we samen een huisje bouwen? Nou en of. En wil jij dan met me trouwen? Nou en of. Ik trouw, ik trouw, ik trouw met jou. Annemietje, Annemietje. Ik hou zo veel van jou, van jou. Annemietje, Annemietje. Ik blijf je altijd trouw. Kun je een auto goed besturen? Nou, en of? Kun je keukenpannen schuren? Alsjeblieft. Kun je roddelen met de buren? Haha, en of? Ik stuur, ik stuur, ik schuur, ik schuur. Kun je lekker koffie maken? Fantastisch. Kun je een goed partijtje schaken? Als euwe. Kun je babybroekjes maken? Laten we het hopen. Ik maak, ik schaak, ik schaak. Je bent verstandig en reuze handig. En je kleren staan je goed. Je bent geen katje, maar wel een schatje. En je hebt een leuke toet. Annemietje, kun je kussen? En hoe? Kun je een keukenbrandje blussen? Wat had jij dan gedacht? Kun je liefde baby sussen? Nou en of, ik kus, ik kus, ik blus, ik sus. Je bent verstandig en reuze handig. En je kleren staan je goed. Je bent geen katje, maar wel een schatje. En je hebt een lieve toet. Wil je een bruidspaletje kopen? Nou en of. Wil je naar de goudsmit lopen? Nou en of. Mag ik op een huwelijk hopen? Nou en of. Ik koop, ik loop, ik hoop, ik hoop. Annemietje, Annemietje. Ik hou zo veel van jou, van jou. Annemietje, Annemietje. Ik blijf je altijd op. Douw, 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 douw. Wawa. Laten we elkaar geen Annemietje noemen. Als u een dochter krijgt, noem haar alsjeblieft niet Annemietje. Vreselijke naam. Liedje van Jack Bulterman. In de begeleiding Eddie de Jong Hammondorgel, Piet Baan gitaar, Henk Kortman bas en Gerrit van Bezee, de KRO drummer. Jack Bulterman die leidde daarna het ensemble The Flying Dutchman. Je mocht ook zeggen De Vliegende Hollanders. Met zang van Ellie Roy
Jenny Roda, Yvonne Oostveen en Marcel Tielemans alweer. 20 minuten. Nou, dan konden ze allemaal denk ik één liedje zingen, want er waren ook nog instrumentale nummers. En daarna ging Jack zich vooral bemoeien in de platenstudio met de Blue Diamonds en met Willeke Alberti en Willy Alberti en noem ze allemaal maar op. De KRO had ook enkele jazzy-combo's. Klassiek componist Jurjaan Andriessen speelde onder de naam Leslie Cool piano in een trio met de medewerking van bijvoorbeeld Nelly Wijsbeck, Jo Bonte basklarinet. En Leslie Cool leidde ook het strijkorkest Montecorde. Misschien dat ik daar straks nog aan toekom. Eerst gaan we even uitgebreid luisteren naar Rob Meijn. Hij zal nu 84 zijn. Jan Barnier vanavond lokaal op deze zender ontmoet Rob nog wel eens in de winkel. Hij was slagwerker bij het Radio Philharmonisch Orkest en speelde ook vibrafoon. Formeerde in 1957 het Rainbow Quartet met Dick Schallis piano. Die ging even weg. Toen kwam Puk Bodewits. Dick Schallis kwam weer terug. En Piet Baan die speelde niet gitaar dit keer, maar bas. Daarna werd het Wim de Vries bas. En toch altijd weer die KRO-drummer Gerrit van Bezij. Abstraction, een compositie van Günter Schuller uit 1960. Thank you.
algemeen psychiater. Abstraction van Günther Schuller uit 1960 uit het repertoire van John Lewis. Niet zozeer het Modern Jazz Quartet, want dat werd vroeger wel gezegd, maar dat moet je niet tegen Rob Meijn zeggen hoor. Het Nederlandse Modern Jazz Quartet, dat wilde hij echt niet. Nou, eigenlijk vind ik het wel hoor. Ik vind het van een grote kwaliteit, het Rainbow Quartet van Rob Meijn. Het ook nog een combo en een sextet. Jan van der Morst zong daar wel eens bij en ook Nelly Wijsbeck. Nadat Nelly bij de AVRO bij het sextet Willy Langenstraat had gezongen, kwam ze naar de KRO, zong bij het KRO Dansorkest van Klaas van Beek, het Cascade Orkest van Johnny Ombach, was de Bra van de Limbra-zusjes, Brabant, bij Frivoletta, onder leiding van Johnny Ombach. En er was in de late jaren 50 een 20-minuten programma dat heette Nelly Wijsbeck in een repertoire, begeleid door de disco's. Daarbij zat Leslie Kuhl, oftewel Jurriaan Andriessen. In 1963 zong Nelly met Co Hagedorn cowboyliedjes in het programma Down in the Valley, geproduceerd door Jos Timmer. Dat werden in 1964 volksliedjes voor het programma In de Volksmond, met in de loop der jaren zang van Christel Adelaar, Martine Bijl, Gerton van Wageningen, Donald de Marcas, nieuwslezer inderdaad, hoorspelacteur, en zijn vrouw Sonja Berend, maar in het begin toch vrouw Co Hagedorn en de dame die leefde van 1926 tot 2012, Nelly Wijsbeck. Mieleke, ga de luiken sluiten, zet de kannekes aan de kant. Het is al immers zo donker buiten en de avond komt in het land. Daar gong, het was al 10 uren, daar gong ons lampen aan. Daar gong, het was al 10 uren, daar gong ons lampen aan. Moeder ons maaiken is nog melken, zij heet zeker bij abuis. Haar een emmer omgestoten en nou durft ze niet naar huis. Daar gong, het was al 10 uren, daar gong ons lampen aan. Daar gong, het was al 10 uren, daar gong ons lampen aan. Mieleke, ga daar buiten kijken waar dat dan ons maaiken blijft. Anders loopt ze licht verloren en dan zijn we ons maaiken kwijt. Daar gong, het was al 10 uren, daar gong ons lampen aan. Daar gong, het was al 10 uren, daar gong ons lampen aan. Moeder, ik zie ons maaiken zitten bij de bos van vlierenhout. En daar zitten een jonkman leven die haar schouwerken vasthoudt. Daar gong, het was al 10 uren, daar gong ons lampen uit. Daar gong, het was al 10 uren, daar gong ons lampen uit. Woensdagavond om 10 uur gaat het lampje uit. Nou, ik hoop van niet dat u kunt luisteren naar de herhaling van dit programma. Nelly Wijsbeck met het ensemble Jos Timmer. Die ging trouwens nog verder. Hij arrangeerde ook dansmuziek uit de 16e eeuw. Ik kom daar helaas niet meer aan toe. Je moet ook niet zoveel praten. Maar ja, ik wil het allemaal even vertellen en uitleggen. Per Strekker de Weter, het ensemble Simple Music, dat had dezelfde bezetting als de klaarvirtuozen, Jo Budi accordeon, Fred Rosenaal xylofoon en marimba, Eddie de Jong hemeltorgel, Piet Baan of Korbaan, gitaar, later ook Eddie Esser, Henk Ortsman of Henk Knopper of Leo van Laree, bas. En daar heb je dan weer Gerrit van Bezee, drums. Een medley tot het eind van dit programma volgende week. Dan fragmenten van de 90-jarige Caro van de radio. Ik hoop dat u het weer aardig vond. Tot de volgende week. Thank you.
Thank you.